Thierry, voel jij je nog veilig? Heb jij het gevoel dat je straks nog veilig de straat op kan een campagne te voeren? Ik accepteer het risico, want het land moet gered worden van de ondergang. Er zijn in Nederland heel veel van dit soort problemen die laten zien hoe slecht de democratie er feitelijk aan toe is. Dat moeten we stoppen met elkaar, maar dat is inderdaad niet zonder risico.